Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala was er. En verder niet. Allah subhanahu wa ta'ala is de eerste. Hij is er altijd geweest. Allah subhanahu wa ta'ala leert ons in de Koran dat hij de hemelen en de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Maar, lieve jongens en meisjes, daarvoor waren al een aantal dingen door Allah subhanahu wa ta'ala geschapen. En een ander woord voor geschapen is gemaakt. En het eerste wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gemaakt is de troon, de l'arsh van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarna maakte Allah subhanahu wa ta'ala de engelen. Zij mochten de troon van Allah subhanahu wa ta'ala tillen. En deze engelen zijn gemaakt van licht. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze zo gemaakt, heeft ze zo geschapen, dat ze alleen doen wat Allah van ze vraagt. De engelen zijn dus onze vrienden. Zij kunnen geen fouten maken. De engelen schrijven onze goede en slechte daden op. En elke mens heeft 2 engelen om zich heen die alles bijhouden, die alles opschrijven. En goede daden, lieve jongens en meisjes, zorgen ervoor dat de engelen dichter bij je komen. Na de engelen maakte Allah subhanahu wa ta'ala Allah al-Mahfoud, oftewel de bewaarde tafel. En hij schiep ook de pen. Allah subhanahu wa ta'ala zei tegen de pen: schrijf. Waarop de pen antwoordde: maar wat moet ik schrijven, o mijn Heer? Waarop Allah subhanahu wa ta'ala zei: schrijf alles wat was en wat komt tot aan het dag des oordeels. En de pen schreef vervolgens alles op in Lawh al-Mahfuz. En 50.000 jaar later heeft Allah subhanahu wa ta'ala de gigantische hemelen en de prachtige aarde geschapen. De aarde met al haar schoonheid, met al haar rivieren, bergen, zeeën, bomen en planten. En 50.000 is natuurlijk een gigantisch getal. Ik heb zelf geen flauw idee hoe lang dat eigenlijk is. Maar vergeleken met 50.000 jaar is ons leven hier op aarde superkort. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de hemelen en de aarde geschapen in 6 dagen. Allah subhanahu wa ta'ala maakte toen de jinn die op aarde leefde. Zij leefden niet zoals Allah subhanahu wa ta'ala ze had opgedragen. Zij doodden elkaar en pleegden onrecht. Hierop vertelde Allah subhanahu wa ta'ala de engelen dat hij een nieuwe schepping zal maken, die op de aarde gaan leven. En deze schepping is de mens. De engelen waren verbaasd. Zal deze nieuwe schepping ook zo slecht zijn op aarde? De engelen zeiden tegen Allah subhanahu wa ta'ala: gaat u daarop degene plaatsen die daar verderf op zullen zaaien en bloed zullen vergieten, terwijl wij u verheerlijken en met uw lofuitingen en wij u heiligen. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala antwoordde: voorwaar, ik weet wat jullie niet weten. En de engelen wisten op dat moment niet dat er uit de mensheid vele goede mensen zouden voortkomen. Goede mensen zoals profeten, zoals geleerden, mensen die uitnodigen op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala en mensen die van Allah houden, mensen die de Koran uit hun hoofd leren en mensen die andere mensen helpen. Voordat Allah subhanahu wa ta'ala Adam maakte,
gaf hij een engel de opdracht om naar de aarde neer te dalen en van elke aardesoort wat mee te nemen. En deze engel daalde naar de aarde en pakte verschillende soorten aarde. Zwart, geel, rood en witte aarde. Verschillende soorten, zoals grof en fijn. En Adam alayhi salam is gemaakt van verschillende aardesoorten en van water. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. De kinderen van Adam alayhi salam hebben daarom ook verschillende huidskleuren. En kijk maar bijvoorbeeld naar je hand. Bijzonder hoe elke huid een andere kleur heeft. En Adam alayhi salam, zoals we hebben geleerd, is gemaakt op een vrijdag. En Allah subhanahu wa ta'ala maakte Adam van klei. Als jullie nu klei zien, dan weet ik zeker dat je heel anders naar het klei gaat kijken. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft Adam op verschillende stappen gemaakt. De eerste stap was dus het mengen van water en aarde. En na een poos werd het een kleiklomp. En de engelen en de duivel die keken hun ogen uit. Wat waren zij benieuwd naar de nieuwe schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat was de duivel jaloers op het nieuwe schepsel. En na een poos was het stuk klei veranderd in een groot lichaam. Het lichaam was klaar om de ziel van Adam te ontvangen. De ziel kwam binnen via het hoofd van Adam alayhi salam. En toen het zijn ogen bereikte, maakte Adam zijn ogen open. En wat zag hij? Hij zag het paradijs. Prachtig. Het paradijs met al zijn rivieren, met al haar bomen, planten en vruchten. De ziel zakte verder in het lichaam van Adam. En toen de ziel de neus van Adam bereikte, daar zijn jullie natuurlijk benieuwd naar. En ik ook. En daarom ga ik volgende keer inshallah verder met een nieuwe aflevering van het ontstaan van de mens. Assalamu alaikum.